denk ik dat mijn studieschuld denk ik aan het einde van deze 2 jaar wel onder de 10.000 zit. Ik had op een gegeven moment een hele hoge huur en door corona kon ik even niet veel werken. Dus toen heb ik echt 10 maanden of zo geleend. Het huidige moment zo doorgaat dat ik moet blijven lenen, dan zit ik zelfs op 5.000. Het zit rond de 50.000. En de basisbeurs komt natuurlijk terug vanaf het schooljaar 2023-2024. Wat vind je daar nou van? Ik vind het wel goed inderdaad. Ik ben wel een voorstander daarvan. Ik denk dat er wel veel studenten zijn benadeeld de afgelopen tijd. En heel veel mensen, die, inclusief mezelf, die werken zich eigenlijk helemaal te pletter om een beetje normaal te kunnen leven, bij wijze van spreken. En dat zou het wel voor helpen, denk ik, ja. Goed voor de nieuwe studenten, het scheelt heel veel. Het is alleen maar fijn meegenomen dat je het dan, zodra je de studie afgerond hebt, dat je dan geen schuld hebt. Dat scheelt heel veel. Ja, ik ben er ook heel blij mee, maar ik vind het wel veel te laat. Maar ik denk dat heel veel mensen het daarmee eens zijn. Ja. Maar ik vind het wel gaaf dat dat weer terugkomt, ja. Er wordt ook compensatie beloofd op een bepaalde manier. Wat verwachten jullie daarvan? Ik wil daar sowieso compensatie voor. Omdat ik het ten eerste niet eerlijk vind. Ten tweede ga ik geen 50.000 euro terugbetalen, dat weet ik zeker. Ja, gewoon wel meer dan dat er nu beloofd wordt. Want volgens mij wordt er nu, geloof ik, 1.000 euro beloofd. En dat is gewoon net iets meer dan een maand lenen. Dat vind ik, ja, dat vind ik gewoon veel te weinig. Ik hoorde dingen over dat het 1.000 euro zou zijn. Maar als ik nu naar mijn studieschuld kijk, dan vind ik 1.000 euro... Ja, ik studeer al vanaf mijn 16, dat is echt niks. Dus ja, als het 1.000 euro gaat zijn, dan ben ik niet tevreden. Minimaal 6.000 zou in ieder geval wel vereist zijn, denk ik. De inschrijfcijfers voor de hogeschool lopen een beetje terug. Het kan zijn dat er heel veel studenten dus een tussenjaar nemen om dan het jaar daarna van de basisbeurs weer gebruik te kunnen maken. Snap jij de keuze van die beginnende studenten? Ja en nee. Ik ben zelf van als je eenmaal uit het schoolsysteem gaat en je gaat werken, is het overstap weer terug heel moeilijk. Maar ja, financieel gewijs kan ik het wel heel goed begrijpen. Ik weet niet. Je zou... Als ze gelijk door willen, dan is het toch wel jammer dat ze dan zich noodzaak voelen om die keuze te maken. Maar ik snap het wel heel goed. Ja, ik zou het zelf denk ik ook wel doen, want ik staat natuurlijk in die positie. En dan, of het helemaal ethisch is een ander verhaal. Maar ja, weet je, ze zijn denk ik 18 of zo, 19 jaar.